nu al op opnemen staan. Ja, Niels, ik snap waarom. Nee, ik dacht, ik neem gewoon de ronde op, eikel. Niels, kijk je kongrat. Oh, hey! Hey YouTube, mijn naam is Niels en we spelen vandaag Trombone Terrorist Town. Dat heb je vast al eerder gezien. Maar, fuck it. YOLO swag, je weet zelf. Niels, dat zeggen alleen kleine 12-jarige kindjes. Ja, I know, maar ik dacht, dan voel ik me meer thuis op deze server. Ik ben met een sniper. Dude, je wordt nu al verrader genoemd, wat doe je? Want Jasper en ik zijn trouwens allebei verraders. I thought I just put that out there. Okay, ik heb verder geen goede wapens. Ik ga zo even het leven van Jack beëindigen hoor. Oh, maar hij lijkt gigantisch, dus ik kan hem niet neerschieten. Okay, ik heb het toch gedaan. Als iemand die weg hier niet wil blokkeren, kan ik weer naar buiten. Deze server heeft trouwens voice control op afstand om de een of andere reden. Dus. Hey. Dit is freaking awesome. Daarom kan je bijna niemand horen. En. Medeverrader daar, die ga ik maar niet. Hoeveel mensen zijn er nog over, Jasper? Ik denk 12, of nog 4 verraders. En 1 detective. Pak, ik miste. Dus we moeten eigenlijk als eerste de detective neerschieten, want dan kunnen ze geen health station meer krijgen. ik had hem bijna. Maar ik miste. Want zit je te snipen? Ik heb een sniper, ja. Volgens mij komt er iemand naar boven. Iemand naar boven? Ik sta niet eens in de buurt. Oh ja, daar komt. Wie is allemaal aan het schieten? Is net iemand neergesnuipt, hè? Nee. Ik zag net iemand naar beneden springen. Ik heb allemaal geen idee wat hier verder aan de hand is. Wie is er aan het schieten hier? En waarom zwemt deze gast door de lucht? Dat vind ik heel verraderlijk. Ik ga met de buurt even blijven. Ik wil eigenlijk iemand neersnijpen. Ah, hier is iemand die ik rustig door het achterhoofd kan schieten. Als hij even stil wil staan. Dude, sta stil. Ik ga je echt niet neerschieten ofzo. Oké. Ik vind dit trouwens nog steeds niet zo'n hele leuke map. Ik weet niet wat het is. Oh, Deagle Emma. Even dat jullie het weten, mensen. Een Deagle is het beste. Ja. Gestoord in de spel. Altijd een one-shot kill als je op het hoofd raakt. Wat? Ik hoorde net iets, maar ik weet al niet eens wat er zijn. Dus wat is hierboven aan de hand? Helemaal niks. Oké, Niels, ik hou zo. Dit is echt niet de meest verdachte plek om te gaan snipen. Dus ik ga het maar gewoon even niet doen. Ik hoor iemand hier beneden. Waar ben jij, Jasper? Dan gaan we even wat mensen vermoorden. Ik ben hier buiten. Nee, ik vertel wel of ze je verdacht hebben. Oh, hier. Zie je deze gast hier? Ja, oké. Okay. Ja, nou, wacht even. We gaan gewoon we gaan samen de nether in. Kijken of daar iemand is. Ik denk het niet. Oh, jezus, ik viel. Oh, ik ben bijna dood omdat ik viel. Ik ga wel even aan de detective en health station vragen. Oh jeez, ik viel weer. Maar ik leef nog. Wij zijn duidelijk ontzettende pro's in het spel. Natuurlijk. Mm-hmm. Detective, can I have a health station? I just fell. There's one on the map. If you can find it, you can have it. Okay, guess I'll go look then. You will. Let me tell you, it's not in a tree. Oh, ik weet al waar die staat. Waar is hij? Right there. Daar staat iemand bij. Okay. No. You're gonna die, motherfucker. Why? Schiet hem neer, Jasper. Tell me. Doen?
Nee, wacht even, er staat iemand te kijken. What the hell? Oh no! Hey, Arnie hebde me gewoon! Oh, je kon hem niet eens vermoorden? Nee, want toen ik wou schieten, toen schoot er ook meteen iemand anders op me. En dan richt je ding automatisch heel erg omhoog. Ja. Niels, ik ben de allerslechtste verrader ooit. Wat dan? Wat hebben wij net...